Goedemorgen, ik kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland. Als je de radar zou bekijken, dan zie je ook wat neerslag boven de Noordzee vallen. Die neerslag komt dichterbij, maar lost wel grotendeels op. Vanochtend dus veel bewolking, heel af en toe piept de zon er doorheen en er kan hier en daar een spatje vallen, maar dat stelt allemaal weinig voor. Vanmiddag wordt de bewolking dunner, dan verwacht ik dus dat er vaker de zon doorbreekt en ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. 18 à 19 graden op de stranden, 22 of 23 graden in het binnenland. Ook vanavond hebben we rustig weer met een geregeld zonneschijn. Temperaturen liggen halverwege de avond rond 18 graden. En de wind is de hele dag vrij rustig, 2 tot 4 wolf voor. Morgen neemt de wind iets in kracht toe. In de ochtend schijnt nog de zon, maar dan hebben we de meeste wolken juist in de middaguren. Opnieuw lokaal een buitje. In de ochtend in het noorden, in de middag ook elders mogelijk. Maandag kan er ook nog een enkele bui vallen, wordt het 19 tot 21 graden. En daarna wordt het waarschijnlijk warmer. Of we dinsdag al boven de 25 uitkomen is nog onzeker, maar die kansen voor woensdag zijn behoorlijk groot, lokaal wel 29 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.